een delay, maar niet een gewone delay. In principe is de default een redelijk standaard delay of echo. Even zonder. Met de mixknop tussen droog en effectgeluid een filter om de echo's te shapen, dus de echo's minder lage tonen te bevatten of hoge tonen eraf te halen. Als die op min staat, dan staat die uit. De echo-tijd, dus de snelheid van de echo's, met tijd in noodwaarde, dotted of triplets, dus een bepaalde feel. Ik gebruik zelf vaak dotted eights om interessant ritme aan bijvoorbeeld melodieën te geven. Feedback is altijd bij echo het aantal echo's die je hoort. Dus feedback staat nu heel laag. Zit ik hoger en dan hoor je meer echo's. Tot aan dat die door blijft gaan. En zoals je hoort, zijn die echo's niet letterlijke kopieën, maar er zit een beetje vervorming op. Hij is in principe getimed aan MIDI, dus aan tempo van de song. Kan je ook uitzetten. Hier de verschillende opties. Of je één echo links en rechts hoort. Dus links en rechts aparte echo. Pingpong gaat hij van links naar rechts. Dus je hebt eerst ping, linkerkanaal, dan pong, rechterkanaal. Dan ping, linkerkanaal, dan pong, rechterkanaal en zo verder. Met feedbackknop voor beide. Dual echo is dus links en rechts, aparte tijd. Dus in plaats van ping, pong, die links en rechts, heb je aparte tijden voor links en rechts. Ik gebruik zelf over het algemeen single echo het meest. En zelfs een rhythm echo. En dan kan je hier het ritme zelf in tekenen. Ook met een tweak knop voor extra controls. Zoals ik al zei, meestal single echo is meestal heel effectief. En dan het belangrijke onderdeel van de Echo Boy is de stijl. En de stijl zijn allemaal verschillende soorten modellen van ouderwetse echo machines. Dus hij staat standaard op studio tape. Nou is studio tape en master tape heel erg clean. Dus de minste vervorming. Ik kies vaak Echoplex of Space Echo. Memory Man wil ik ook wel eens. Dat is een oud pedaal, gitaarpedaal. Dat is ook een gitaarpedaal. Verschillende soorten karakters eigenlijk. En loont echt de moeite om er eens doorheen te gaan. Want er zitten echt... Die echo die is niet helemaal 100. Vervormt een beetje. Gaat qua toonhoogte af en toe omhoog en omlaag. Is niet helemaal exact. En dat maakt het vaak heel muzikaal. Even demonstreren van het filter. Dus ik ga de feedback omhoog gooien en de low cut. En dan hoor je dat de echo's niet zoveel laag toon bevatten. De high cut is om de hoge tonen van de echo's af te halen. Dus dan kan je een heel precies gebiedje echo's laten geven. En het zijn dan weer wat doffere echo's. En
daardoor is het ietsje makkelijker in de mix te plaatsen. In plaats dat het het volledige spectrum is, dan wordt het vaak wat modderig. Ik gebruik zelf eigenlijk bijna altijd wel een beetje low cut, high cut, om het ietsje meer te plaatsen, zodat andere elementen in de mix gewoon helder blijven klinken en dat de echo niet in de weg zit. Een andere space echo vind ik ook. Er zit een soort wobble in. Ander onderdeel, zoals bijna elke Soundtoys plugin, heb je een input en een output control. Als je hem harder instuurt, vervormt hij en geeft hij hier ook aan met die ledlampjes. Maar de vervorming kun je hier ook zelf erin draaien door middel van saturation, waardoor de echo's, niet het droge geluid, maar de echo's worden vervormd. Wil ik hem nou harder insturen en meer vervorming, maar dat hij niet te hard wordt, output het een beetje terug. Ik gebruik de Echo Boy ook wel om een beetje een soort ruimtelijkheid bij een geluid te maken, zonder dat ik echt een soort galm krijg. Dus zonder dat het in een soort van ruimte. Je krijgt wel een soort air of zo, of een soort space om het geluid heen, zonder dat het voelt als een hal of een badkamer of een ruimte. Dat is Echo Boy. De andere variant van Echo Boy is Echo Boy Junior. En die gebruik ik dan wel eens als ik niet al die opties nodig heb.